Vandaag heb ik een klein beetje droevig nieuws voor jullie, want dit wordt de laatste Team of the Year pack opening van FIFA Mobile dit jaar. Dus we moeten een heel jaar wachten voordat we weer een Team of the Year hebben. Maar ja, dat maakt niet uit, want we gaan wel afsluiten met een knaller. En na Team of the Year komt er natuurlijk sowieso weer een nieuw evenement waarin je ook weer goede spelers kan krijgen. Maar ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon nog een laatste video maken. En in deze video kunnen we ziek veel goede spelers vrij spelen. Dat is niet normaal. Op dit moment duurt het evenement nog 4 dagen, dus het is inderdaad echt bijna voorbij. Maar wat we kunnen gaan doen is hier nog een paar packs van krijgen. Krijg je allemaal 100 plus rated spelers. Maar omdat ik in totaal meer dan 15 keer die aanbieding heb gekocht, krijgen we hier een 106 plus rated Team of the Year. En dat is niet het enige wat we kunnen openen. Want bij beloningspad hebben we ook nog allemaal rewards die we kunnen claimen. En helemaal aan het eind heb je een 108 rated Team of the Year die je kan krijgen. Wat ook heel nice is. En dan hebben we nog iets. Dan moet ik even opzoeken waar dat ook alweer stond. Oh ja, bij You Team of the Year staat dat. We hebben hier ook nog rewards. En volgens mij had ik 11 overwinningen. Dus dan krijgen we ook nog een 104 plus Team of the Year. Plus 1200 van die tokens. En met die tokens kunnen we allemaal hier inruil acties doen. Waardoor we uiteindelijk hier vet van die Team of the Year inruil acties kunnen doen. We hebben waarschijnlijk ook wel wat Team of the Year's aan het kunnen krijgen. En als je denkt dat dat alles was, nee, dat is het nog steeds niet. Want we hebben bij hier, bij de pass, hebben we ook nog wat Team of the Year's die we kunnen krijgen. Een van 101 plus en van 99. We gaan gewoon alles opmaken wat kan. En dan gaan we eens kijken of we een paar goede nieuwe spelers kunnen krijgen voor in mijn team. Zou mooi zijn. Maar voordat we gaan beginnen met het claimen van al mijn rewards, doe even dat duimpje omhoog. 1000 likes zou mooi zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. Maar laten we maar eens even beginnen met deze Team of the Year spelers die ik kan krijgen. Weet je wat? Ik ga trouwens ook bijhouden hoeveel Team of the Year spelers we in totaal in deze video gaan krijgen. We zitten er nu zo meteen naar de pers, zitten we er op 3. We beginnen trouwens met 101 rated Amrabat. Wat prima is, want je krijgt 99 plus. Nou ja, 101 is toch weer 2 ratings beter. Hetzelfde als Otamendi, die is ook weer 2 ratings beter. En nu krijgen we eentje van 101 plus. Laten dan nu ook 2 ratings erboven zijn. Dat is niet het geval. Het is wel 1 rating erboven. Nunez. Op zich, weet je, we hebben al wel een beetje mazzel. Alles verzamelen, dan hebben we alle rewards nog die we konden claimen in één keer verzameld. We krijgen nu nog een walkout erbij. Maar vaak zijn deze walkouts minder goed dan de spelers die ik net had gekregen. Ja, maar nee, het is 89 goede spelen, maar het is niet waar ik op dit moment naar op zoek ben. Nee, maar we gaan gewoon lekker door met het openen van rewards. Dan gaan we nu even naar Team of the Year en dan gaan we hier dus gewoon alles bij langs. Hier kunnen we in principe niet zoveel. We gaan wel bij eervolle vermeldingen ga ik eerst hier deze packs openen. We kunnen van deze kunnen we de 5 openen en dan kunnen we dus eventueel een 109 plus Team of the Year spelen krijgen. Ja, de kans dat dat gebeurt is heel klein, maar wie weet hè. We kunnen er sowieso 5 openen en we zien wel. Dan zitten we nu al na deze 5 spelers op de 8 Team of the Year spelers in deze video. We beginnen met 100 rated. Krijgen we nog eentje. We krijgen precies dezelfde 2 keer achter elkaar. 101. Gaan we nog een 109 krijgen of 103? Zou mooi zijn. Het is geen 103 speler. Aspas 102 is het hoogste wat ik heb gekregen. Maar al deze Team of the Year's kan ik ook weer gebruiken voor Team of the Year inruil acties. Waarmee ik weer betere Team of the Year's kan krijgen. Dus ik vind het helemaal prima dat we dit zo allemaal krijgen. En dit kunnen we niet doen. Nee, dan heb je hier allemaal vet goede spelers nodig om die Haaland te krijgen. Maar als het goed is kunnen we deze claimen. Ja, inderdaad. We krijgen dus nu gegarandeerd een 106 plus Team of the Year. Ja, we kunnen een van deze spelers krijgen. Ik verwacht dat we één mindere gaan krijgen. Maar die van 106 staan er niet eens tussen. Nou ja, maakt niet zoveel uit. We gaan hem openen en we zien wat we gaan krijgen. Dit is de eerste echt hele goede Team of the Year speler die we krijgen in deze video. Dit is trouwens Team of the Year nummertje 9 die we krijgen. En natuurlijk is het de walkout. Dat wisten we van tevoren ook al. Brazilië, centraal verdediger, Paris Saint-Germain. Het is Marquinhos. En die had ik volgens mij al wel. Maar het is in ieder geval wel een goede verdediger erbij. We kunnen eens kijken naar mijn team. Mijn team. Marquinhos, die had ik er nog niet staan. Koulibaly had ik staan. Oh, die is trouwens minder goed. Ja, dan kan ik beter Marquinhos daar hebben staan. Want als ik die ratings nu overzet, dan heb ik, als het goed is, we kunnen even gaan kijken. Oh nee, niet preview. Dit moet ik niet kijken. Ik moet het even overzetten. Hier zo overzetten. Kunnen we eens kijken welke rating die wordt. Ja, dan gaat hij inderdaad 4 ratings omhoog. En dan is hij inderdaad 110 qua rating. Dus hij is beter dan Koulibaly die ik eerst had. Maar ik ga het nog niet doen. Want we hebben namelijk nog vet veel andere Team of the Year spelers die we kunnen krijgen. Dus ik ga eerst even kijken of we misschien nog een betere centraal verdediger gaan krijgen. Voordat ik zeg maar al die trainingspunten ga overzetten. Dus ik bewaar hem nog heel even. Maar sowieso gaan we zo meteen wel ervoor zorgen
regelen dat we die speler gaan toevoegen. Of dus een andere speler. Maar mijn team gaat er sowieso van op vooruit. Maar laten we nu deze reward maar openen. En als het goed is, heb ik dus 11 potjes gewonnen. En krijgen we nu een 104 rated plus team of the year. Of al de 13 gewonnen. Ik weet het niet helemaal meer zeker. In ieder geval, het is weer een walkout. Dus we zitten nu op dit moment op de 10 team of the years. Het is een keeper uit Argentinië. En welke rating heeft hij? 105. Dat is ook beter dan de keeper die ik nu in goal heb staan. Dus dat is ook mooi. Martinez krijgen we. We hadden 1200 van die punten. Dan weet ik niet precies hoeveel overwinningen ik dan heb gehaald. We kunnen eens kijken. Hoeveel krijg je? 1200. Ik had dan inderdaad 11 overwinningen. Dus dat klopt inderdaad. En we kregen een 104 plus. Maar ik heb er een 105 gekregen. Dus dat is wel heel erg nice. We kunnen ook gaan kijken op de markt. Of zo'n Martinez bijvoorbeeld verkoopt. Want ik weet dat keepers wat meer waard zijn dan gewone spelers. Stel ik wel jou verkopen. Er staan er 500 op de markt. Oké, dat heeft geen nut. Maar ik kan hem eventueel mijn team stoppen. Maar zoals ik al zei, ik wacht nog heel even af. Totdat ik eerst al mijn andere rewards heb geopend. Voordat ik zeg maar alles ga doen. We kunnen hier echt ziek veel van krijgen. Nou, dit zijn er alweer 10 bij. Dus dan zitten we op de 20 team of die is in deze video. En we hebben nu al 2 gekregen die ik in mijn team goed kan gebruiken. Bij deze doe ik trouwens even onthul alles. Want dit zijn allemaal team of the years die iets minder goed zijn. Maar die zijn wel weer goed voor inruilacties. Dus daarvoor kan ik ze gebruiken. Dit zijn er weer 10. Dan zitten we op de 30 team of the years die we hebben gekregen. En we kunnen er zo meteen nog een keer 10 openen. Dus dan zitten we op de 40 team of the years. We gaan sowieso de 50 halen. Ik ben benieuwd hoe ver we uiteindelijk gaan komen. Berghuis krijgen we nog 2 keer. En dan kunnen we er nu nog... Nee, we kunnen er nu nog 4 openen. Oké, dan hebben we in totaal 44 team of the years op dit moment gekregen. Ja, dat is niet normaal veel. Maar nu gaat ook iets moois gebeuren. Want nu gaan we al die inruilacties doen. En elke keer als je zo'n inruilactie doet, krijg je een 101 plus team of the year. En met die inruilacties kan je weer hier andere goede inruilacties doen. Want die 101 plus team of the year kan ik hiervoor gebruiken. Krijg je weer een 103 plus team of the year. En die 103 plus team of the year kan je hier weer voor gebruiken. Of als je een 104 krijgt, om dan een 106 plus team of the year te krijgen. Dus we gaan kijken hoe ver we kunnen gaan komen. Ja, dat is wel nice. Maar eerst even natuurlijk die basis SBC's van 101 plus. Ik hoop eigenlijk wel dat we een paar balkouts uit gaan krijgen. Hoeveel kan ik in totaal doen eigenlijk? Ik zou in totaal 13 keer deze rel kunnen doen. Maar omdat we in totaal dit maar 10 keer op één dag kunnen doen, kan ik het voor deze video maar 10 keer doen. Nou ja, die spelers die ik dan overhoud, die bewaar ik dan mooi in de club. We beginnen met 101 rated Schürrle. Is niet heel goed, maar ja, ook niet heel slecht. Maar dan moeten we hierheen natuurlijk. Ja, het is minimaal 101 wat je krijgt. Maar ik hoop eigenlijk stiekem dat we nog wel eentje van 103 plus kunnen krijgen. Want dan is het de walkout. Trouwens, als we deze 10 zeg maar hebben gedaan, hebben we 54 team of the years gekregen in deze video. Ja, ik denk dat de 60 wel gaat lukken. Dat denk ik wel, om eerlijk te zijn. Snel toevoegen en dan gaan we gewoon lekker door. Ja, ik wil even een walkout krijgen. Dus kom op, geef deze jongen een walkout. Nee, weer niet. Want dan weet je dat het een goede is. Dan is hij in ieder geval 103 plus. En die kan ik goed gebruiken. Ook voor natuurlijk nieuwe inruilacties. Nou, snel toevoegen. Ik zie jullie wel op het moment dat we een goede walkout krijgen. De wat mindere goede spelers, die skip ik vanaf nu even. Maar we krijgen nu een walkout. Dus deze krijgen jullie te zien. Kijk, dit wil ik hebben. Frankrijk, centraal midden. Wie is dit? Juventus Rabiot. Is het volgens mij? Ja, inderdaad. 103 beoordeling. Dat lijkt er al iets meer op. Het is nog steeds niet dat het mega goed is. Voor FIFA Mobile valt dat wel mee. Maar hey, stuk beter dan 101 die ik net de hele tijd had gekregen. Maar van de volgende packs krijgen jullie dus de hoogtepunten te zien. Dus als we iets goed krijgen, krijgen jullie dat te zien. En spelen zoals dit niet meer vanaf nu. Ik nam even een slokje water, maar ondertussen krijgen we weer een walkout. Dit is Gakpo. Nou, dat wist ik al meteen van te horen. Maar wel nice, dan hebben we die ook weer erbij in de club. En zoals ik al zei, die 103 zijn veel nicer om te krijgen dan 101. Ik weet trouwens niet wat het maximaal is wat je hieruit kan krijgen uit zo'n spelersruil. Oh, je kan wel hele goede krijgen. Volgens mij kan je gewoon 109, 110 krijgen. Ik heb het alleen nog nooit gekregen. Dus het zou wel ziek zijn als dat in één keer naar voren komt. Gewoon bam, een 109 team of the year. Maar ja, ik denk dat dat nooit gaat gebeuren. We kunnen er volgens mij nog 3 doen als ik het goed heb onthouden. Oh, we kunnen er nog maar 2 doen. Dat gaat vrij snel. Oh, donders! We hebben weer een walkout. Dit is gewoon de derde walkout die we gewoon krijgen hieruit. Oké, ik denk weer een 103 rated speler. Maar ja, oh, 105! Wat? Oké, dit is heel nice. Dit is heel nice.
Vlahovic. Dat is een prima speler om er even bij te krijgen. Oké, dit is wel nice. Dat had ik eigenlijk gehoopt. Maar normaal gesproken krijgen we altijd 103, 104. Nou, eigenlijk maximaal 103 eigenlijk. Maar gewoon 105 uit zo'n rel. Dat is echt ziek dat je dat krijgt. We sluiten af met een 101. Oh, dan is dit wel heel nice hoor. En dan hebben we nu alles gedaan voor vandaag. Ja, we kunnen niet meer doen. Hier hebben we alle rewards ook al geclaimd. We kunnen hier nog even zo'n Prime Icon Pack openen. Dus dan gaan we dat ook even doen. Krijgen we nog een 101 uit. En oh ja, voordat we al die eroacties gaan doen, we kunnen hier bij Beloningspad ook nog alle rewards krijgen. En dan krijgen we zo meteen een 108 rated Team of the Year uit. Oh, ik hoop echt dat we centraal verdediger kunnen krijgen. Zometeen laat ik wel even zien welke spelers we allemaal kunnen krijgen daarvoor. Maar in de tussentijd hebben we ook nog wat Team of the Years. Want hier krijgen we er nog één, hier krijgen we er ook nog één. Dit kan ook een goede zijn. Hier krijgen we er ook nog één en hier ook. Dus in totaal krijgen we hier er ook 4 van bij. Dus dan zitten we op de 58 Team of the Years. Na deze 4 Team of the Years. We krijgen Doan. Nou, dat is niet echt een goede. Prime tokens. Daar kan ik niet meer zoveel mee. Want ik ga niet de 40 halen. Maar hier kunnen we wel wat goeds uit krijgen eventueel. Ben benieuwd of dat dan ook gaat gebeuren. Ultra beloning is de walkout. Nee, helaas. 101 rated Otamendi. Ik heb denk ik best veel Otamendi's ook in de club, joh. Ik heb zoveel van die 101, 100 rated Team of the Year's in mijn club. Dat is echt abnormaal. Nog skill boosten. Met een beetje mazzel kunnen we dan zo meteen wat skill boosten upgraden. Nu krijgen we gewoon weer een slechte Team of the Year. 99. Nou, prima. We krijgen weer wat Prime tokens. En nu, de Team of the Year waar het eigenlijk om draait. 108 rated. En dan krijgen we één van deze Team of the Years. Ik hoop dat ik Allison krijg. Of een centraal verdediger. En dan kan je Virgil van Dijk krijgen. Links midden, maar nee, zou ook nice zijn. Maar Allison hoop ik eigenlijk op. 108 rated. Zou ziek zijn als ik die kan krijgen. Want die past perfect voor in mijn team. Dan hebben we gewoon een hele goede keeper erbij. Dus ik ben heel benieuwd wat er terecht gaat komen. Come on. Laat het Allison zijn. Brazilië. Oh, het is Salah. Het is Salah. Ja, weet je natuurlijk meteen als de Argentijnse vlag naar voren komt. Ik weet alleen niet of ik Salah heel goed kan gebruiken voor in mijn team. Maar dat kunnen we even checken voor de zekerheid natuurlijk. Mijn team. We hebben op dit moment Jarsinho of zo. Die is wel iets minder goed dan Salah. Maar stel Salah zou verkopen. Dan ga ik dat misschien nog doen ook nog. Want Salah is wel veel waard, zag ik. 18 miljoen. Verkopen. Hij staat niet op de markt. Weet je wat? Ik ga Salah verkopen. En met die 18 miljoen kan ik vet veel andere goede spelers kopen. Bijvoorbeeld Koulibaly. Die is gewoon minder waard. Ja, ik denk inderdaad dat ik Salah moet gaan verkopen. 18 miljoen coins in één keer in de pocket. En dan hebben we 40 miljoen coins zometeen. We kunnen trouwens Xabi Alonso overkopen. Maar die is maar 4 miljoen waard. Dus dat vind ik wel erg weinig om eerlijk te zijn. Maar als het goed is moet Salah zometeen wel verkopen. Even weer naar de markt gaan. Is hij nu al verkocht? Hij is nu al verkocht als het goed is. Ja inderdaad. Dus we hebben nu in één keer... Oh nou, dat gaat valt vanaf. Maar we hebben bijna 40 miljoen coins die we kunnen gaan opmaken. Dat is ziek nice. Dus daarmee kunnen we eventueel... Vet goede spelers kopen voor in mijn team. Laat me even weten welke spelers ik moet gaan kopen. En dan kan ik precies de juiste posities kiezen. Want Salah is natuurlijk rechtsbuiten. Dan kan ik nu bijvoorbeeld met dat geld een rechtsmidden kopen. Ik zal trouwens even kijken op de markt. Kijk, je hebt bijvoorbeeld een rechtsmidden. Bijvoorbeeld Bruno Fernandes. Die is goedkoper dan Salah. En zelfs Doan is goedkoper dan Salah. En die is 14 miljoen. En die is gewoon een rating hoger. Dus eigenlijk moet ik gewoon dit soort spelers kopen. Maar laat me even weten in de comments welke jullie zeggen. Dat moet je gaan halen. Daar ben ik benieuwd naar. Dan kunnen we binnenkort dus al mijn coins in één keer gaan opmaken. Dan hebben we echt een lijp team. Maar we kunnen natuurlijk nog even doorgaan met packs openen. Want we hebben hier natuurlijk nog allemaal 103 spelers of 101 die ik kan inruilen. Ja, hier kan ik er ook nog een paar van doen. Ik heb vet van die 101 rated Team of the Years. Krijgen we allemaal 103 rated Team of the Years uit. Waardoor we uiteindelijk gewoon weer allemaal walkouts krijgen. En met een beetje mazzel zit er nog eentje tussen van 105, 106 of 107. Daar moet je wel heel veel mazzel voor hebben. Maar je weet het niet. Dit is een spits. Welke rating? 104 Giroud. En dat is dus goed. Want volgens mij, voor die 106 heb je 104 rated spelers nodig. Ja, inderdaad. Voor deze heb je 104 rated spelers nodig. Ja, ik weet niet of ik dat allemaal ga doen. Maar wie weet, wie weet. Kunnen we zo meteen even kijken. Als we hier nog een paar van krijgen, zou mooi zijn. Maar ja, dit vind ik het wel waard om al die van 101 in te ruilen. Kijk hoeveel ik er heb, jongen. Ik kan hier nog echt vet van doen. Gaan we deze ook ontgrendelen. Op dit moment zitten we op de 60 Team of the Years. 60! Oké, de volgende. Gaan we er eentje van 103 krijgen.
Of, ja, dit is Rabiot. Oh nee, dit is niet Rabiot. Dit is van Real Madrid. Maar wel 103 qua beoordeling. En dat is een beetje balen. Want je kan voor deze 103 kan je ook 103 spelers inruilen. Maar dat vind ik een beetje zonde. Omdat de kans groot is dat je ook weer een 103 ervoor terugkrijgt. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga geen 103 rated team of die is inruilen om weer een 103 terug te krijgen. Want dan ruil je 8 in om eentje terug te krijgen. Weer Frankrijk. Rechts buiten is Dembele. En die is ook 103 qua beoordeling. Dus dat is een beetje balen. Kom op, geef deze jongen nog even eentje die wat hoger is. We hebben hier nog allemaal van 102. Ja, en dan doe ik er daar, denk ik, hierna nog eentje. We gaan deze ook inruilen. Dan hebben we zo meteen, volgens mij, als ik het goed heb onthouden, 62 team of years gekregen. Maar kom op, geef me nu even eentje van 104, 105 of 106. Weer Frankrijk. Ah, het is weer Dembele. Kijk, dit bedoel ik dus. Die inruilacties van deze zijn helemaal niet zo extreem goed. Oké, we doen er nog eentje. Dan ruil ik allemaal van 102 in. En daarna moet ik allemaal van 103 gaan inruilen. En zoals ik al zei, dat vind ik zonde. Dat gaan we niet doen. Dus dit is de laatste voor nu. Kunnen we zo meteen nog even kijken of we ergens anders ook nog meer Team of the Year's kunnen gaan krijgen. Maar welke gaan we nu krijgen? Wel Argentinië, dus dat is al iets beter. Want Frankrijk, dan is het allemaal 103. Fernandes krijgen we en die is 104 qua beoordeling. Ja, ik zit te twijfelen. We kunnen hier, of wat heb je hiervoor nodig? Oh, dat gaat sowieso niet lukken. Voor die 100 plus 6 plus team of the year. We hebben hier in totaal, ja het zou kunnen. Maar ja, dan moet je ook 106 inruilen. En je krijgt 106 plus. Dus waarschijnlijk krijg je eentje terug, terwijl dat je vet wel moet inruilen. Ik denk dat dat niet de moeite waard is. Ik denk dat dat in verhouding te duur is. Maar laten we mijn team in ieder geval maar eventjes gaan aanpassen. Ik ga wel zeg maar mijn keeper even aanpassen. Ja, maar zullen we dat doen? Ah, weet je wat? Ik ga het nog niet doen. Ik vind het zonde om al die punten nu over te zetten. We gaan even wachten wat jullie zeggen wat ik moet doen met mijn coins. Laat even weten welke spelers ik moet kopen. En dan kan ik dat eventueel doen. En dan gaan we dan eens kijken of we misschien 125 of 126 beoordeling kunnen halen. Zo nice zijn. Hey, ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets, en dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi!